Goedemiddag, klas 3. Welkom bij vraag 8 op bladzijde 21 van het KGT-boek. Het boek zie je hier voor je. En ik wil vandaag vraag 8 met jullie gaan behandelen. Daar staat, een slak legt in 5 minuten een afstand af van 64 centimeter. Hoeveel seconden is 5 minuten? Nou, die vraag is nog redelijk makkelijk. Je weet dat in 1 minuut 60 seconden zitten, dus dan is het 5 keer 60 is 300 secondes. En dan bij vraag B, bereken de gemiddelde snelheid van de slak in meter per seconde. Dan zie je daar de 5 stappen staan en dat zijn 5 hele belangrijke stappen. Die kom je steeds vaker tegen. Als eerste bij stap 1 moet je eigenlijk alle gegevens opschrijven die je hebt. Ik heb dus een tijd van 5 minuten. En dat is hetzelfde als 300 secondes. En dan moet ik goed in de vraag kijken. Wat zie ik nog meer? Ik zie nog meer staan. Hij legt een afstand af van 64 centimeter. Dus een afstand, dat is het symbool S, is 64 centimeter. En omdat we bij natuurkunde vaak werken in meters, en dat gaan we dit keer ook doen, want ik moet het ook uitrekenen in meter per seconde, dan wordt dat 0,64 meter. Bij de tweede vullen we gewoon in wat wordt gevraagd. Nou, ik moet hier dus de gemiddelde snelheid uitrekenen. En dat doen we V. En meestal zetten we dat dan onder in kleine lettertjes gemiddeld, zodat je weet dat het om de gemiddelde snelheid gaat. En om het mezelf makkelijk te maken, in meter per seconde. De formule die ik daarvoor nodig heb, en die is je misschien al lang wel bekend, maar die schrijf ik hier eventjes iets verderop, anders wordt het zo vol. En dan is het S gedeeld door T. Die schuine streep is het gedeeld door het teken. Je mag ze ook onder elkaar zetten. En nu heb ik eigenlijk alleen maar gewoon opgeschreven, wat heb ik eigenlijk allemaal en welke formule heb ik nodig. En dan wordt de berekening eigenlijk best wel makkelijk. Want wat ik nu moet doen is de berekening opschrijven, V gemiddeld is de S, moet ik dan invullen, welke was dat ook alweer? Oh, dat is die 0,64 meter. 0,64. En dan moet ik hem delen door het aantal secondes, door de tijd. Gedeeld, vul ik dit in op mijn rekenmachine, gedeeld door 300. Het antwoord zet ik daar dan vervolgens onder. En daarvoor heb je een rekenmachine nodig, of niet. Misschien kun je het wel uit je hoofd. En dan wordt het antwoord, gemiddelde snelheid is 0,002 meter per seconde. Over afronding hoef je op dit moment nog niet al te druk te maken, want op je rekenmachine zie je waarschijnlijk een veel ander getal staan met 0,00213333 enzovoorts. Ik hou het nu gewoon op 0,002 meter per seconde. Dit was vraag 8.